Gli cambia no. Eh? Oh. Hoe kan die mij geraakt hebben? Hij was gemeen. Hey. Oh, nou komt hij achter mij aan. Help! Goedemiddag allemaal, welkom terug bij de aflevering van Let's Play Terraria. Het rijdt voor zich, dus ik ben de meeste aflevering 20 en ik begon te maken dit. Oh, waarom? Of niet? Ik hoorde hem. Hi iedereen. We zijn nog steeds bezig met Wine. We hebben niks speciaals gevonden. Maar ja, een dead gebeurde er. En die moet toch bij de dead count. En daarom dacht ik, dan moet ik toch weer de aflevering starten. Gewoon ster. Yes. Mijn ster. En ik heb hier nog 3 voor je. Dus hoi. Ik ben niet alleen. Ik ben hier natuurlijk ook samen met... Erik en... Erik en er weer. Ja. Erik Kieber. Erik Kieber. Kiwi Kiwi. Nou, in deze aflevering, ik ga nog heel eventjes, want mijn inventory is bijna echt helemaal vol. Dus ik ga heel eventjes nog exploren en daarna denk ik dat ik dus aan de tweede verdieping voor de NPC's ga beginnen. En misschien dat ik al zelf aan mijn eigen huisje ga beginnen. Misschien. Zou ik beginnen? Dus, ja. 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 Er zijn heel veel van die demon eyes. Ze zitten met ze 5 nu om me heen te zwarmen. Ach, hartstikke gezellig. Plus nog een zombie erbij. Ik ben blij dat je een softcore karakter hebt. Maar hardcore zijn we heel... Moet je nagaan hoe snel we eigenlijk hardcore afgelopen kunnen zijn. Ja, in Terraria is hardcore echt super extreem. Auw, 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 auw. Dead count? Nee, nee, ik ga dit overleven. Ik ga 5 dit HP! Overleven. Ik ga dit overleven, ik ga dit overleven. Maar ik ga wel heel veel cheap doen door me heel even in te sluiten. Even rustig gaan. Cheap! Even cheap. Nou, ik ga weer terug naar de ijskave. Kijken of ik een kistje vind. Kampvuurtje erbij. Nou, marshmallows. Ja, is er toevallig een marshmallow item? Ja. Er is iets met een marshmallow. Dat je dus een marshmallow inderdaad bij het kampvuurtje kan roosteren. En dat geeft dan zeg maar die minor improvement dinges. Oh, de well fat status. Ja. Oké. Okay. 1 marshmallow? Oké. Okay. Ja. Ik weet niet meer van wie dat je die marshmallows, die kon je van iemand kopen. Nou ja, ik dacht, het is Terraria. Terraria heeft zoveel items, er zal vast wel een marshmallow tussen zitten. Ja, dus blijkbaar. Oh, en trouwens, beste kijkers, ik weet het, in Minecraft is het zo van, ga nooit direct onder je minen, maar in Terraria kan het geen kwaad. Beter gezegd, het kan juist handig zijn. Heel handig zelfs. Als je nou op zoek bent naar een cave of zo, een cave system. Of als, de helveter gaat maken. Dat ook. Maar ja, we hebben nog eigenlijk een beetje te weinig geld voor een baas. Nou ja, we zijn met z'n drieën. Ik weet niet. Proberen kan geen kwaad, toch? Nou, daarom. Life Crystal! Life Crystal! Ik heb trouwens maximum mana, dus de volgende maand... Life Crystal! Oh, ja nee, dan kun je dan gewoon in de ammo box gooien. Juist. Daar kan ik Jester Arrows van maken. Nou, we zaten allemaal al op 140, toch? 140? Ja. Nu niet meer. Nee! Ja, je moet wel uitkijken, als je dus zeg maar met life crystals, als je ze gevonden hebt en jouw HP komt boven de 200, dan kan de eerste baas uit zichzelf spawnen. En met een beetje ongeluk op een moment wanneer je het echt niet zou willen. Nee, zeker als je expert mode aan het spelen bent. Oh, daar zit een boulder trap. Jongens, beste kijkers. Jullie zien hier, dames en heren jongens, wij zijn welkom bij het tutorial van traps. Wil je hem ook demonstreren wat er gebeurt als je geplet wordt erdoor? Nou, ik ga niet geplet worden, maar ik ga hem wel laten vallen.
Dat risico durf ik dan nog wel net te nemen. Hier zie je een boulder trap. Hieronder zit de pressure plate. Op het moment dat ik daar dus zeg maar opspring, dan valt die boulder naar beneden toe, hard op mijn hoofd en dan zou ik dus doodgaan. Heb ik geen zin in, ik spring gewoon aan de kant. Doei! En één ding, als hij valt, hij doet zo een richting de 100 damage. Nee, meer. 180, 200. Zo, ja. Wacht even. Verkeerd onthouden dan. In ieder geval, het is bijna altijd een one-hit kill. Nou, nee, dat hopen we niet. Oeh, hardstel. Oh, nice. Nou ja, ik kan me niet herinneren dat ik een keertje een boulder trap heb gehad en het heb overleefd. Oh, ik heb vaak zat. Maar ja, dan had ik ook iets van 200... had ik iets... Nee, je kunt het pakken, want jullie zitten allebei op 140. Ja, dus als je hem nu gebruikt, is hij 160. Ja, dat is goed. Ja, oké. Gebruikt. Ik zit namelijk nou ook op 160, dus de volgende die is voor... Voor mij. Yep. Voor april. Joe, hey, weg jij. Dan laten we dan raden. 1 april. Nee, het was gewoon omdat je zei mei. Je weet wel, als in de maand mei. Ah. Juist. Nu gaat het. Hele slechte grap, ik weet het. Sorry jongens. Doei. Nou, dat valt me mee. Ik miste hem alleen. Toppa's. Dat kan altijd handig zijn. En hey, Joko? Ja, nou, als we dadelijk genoeg ervan hebben om grappling hoeks te maken, maak mij een heel blij konijntje. Ik heb diamonds! Nogmaals, diamonds zijn wel de beste ores, zeg maar, van de edelstenen, zeg maar, die je kan vinden. Maar ze zijn echt niet zo super waardevol als, om nou een voorbeeld te noemen, bijvoorbeeld Minecraft. Want dat is ook gelijk het sterkste oor. En dat duurt nog wel eventjes voordat we hier tegenkomen. Ja, dan zijn we heel wat afleveringen verder. Dat is het leuke van Terraria. Hi, wat zit hier? Live Crystal? Ja, ijskistje. Mooi, kijk wat erin zit. In een hus. Nou, ik wil eigenlijk running boots. Hoi. Ik heb hier twee wormen. Scheetkussen graag! Geef het. Oh, ik ben trouwens al een beetje een helleveter aan het maken. Eigenlijk gewoon puur om dicht bij huis snel onder de grond te kunnen. Maar, beste Erik, wat is een helleveter? Leg het de kijkers uit. Een helleveter is eigenlijk heel simpel. Eén hele lange tunnel tot aan hel. Wat is hel? Nou ja, een niet zo prettig plekje. Er zit lekker veel lava, wat demonen. En er zit je kan er een baas oproepen. Alleen soms kun je hem met ongeluk tegenkomen. Die willen we nu nog niet tegenkomen. Voor de mensen die Terraria zeg maar nog nooit gespeeld hebben en het zich afvragen. Het is te vergelijken een beetje, ik zeg het bij een beetje, met de Nether in Minecraft. Ja. Maar veel malen gevaarlijker, want de vijanden die er spannen, het zijn er heel erg veel. Zit er inderdaad vol met lava. En je hebt er geen portal voor nodig en ik word hier door een kies in elkaar geslagen. Oeh, een gold spawner. Nice, 10 gold. Nou, hoe hel hier is, is eigenlijk hoe de Nether in Minecraft had moeten zijn. Ja, dat ben ik gewoon. Je graaft onder de grond ver genoeg. En wanneer je bij Bedrock tegen belandt, dan zou je eigenlijk gewoon door daar doorheen te kunnen minen met een bepaald soort pickaxe of zo. Ja. Dan zou je bij hel terecht moeten komen en daar dus de Nether. Helaas hebben ze dat anders besloten te doen in Minecraft. Door een portal systeem erin te gooien. Wat heel erg zonde is. Ja. Nou, en hier natuurlijk in hel, daar kun je dus ook weer nieuwe ores tegenkomen. Zoals Hellstone kunnen we daar vinden. Daar heb je ook kistjes. De vijanden die leuke wapens kunnen droppen. Dus ja, hel is op zich wel heel erg leuk. Maar daar zijn we nog langer na niet aan toe om daar al naartoe te gaan. Nope. Het ijskistje, Steven, heeft trouwens iets leuks gedropt. Een ijsblade. Ja, die is voor... En dat... twee gravitation potions, dus ik kan meteen gaan kijken naar iets anders. Oh, als we dan de Star Fury kunnen krijgen. Ja, dat is voor jou heel erg leuk, ja. Nou, dat is vooral heel erg handig om ook kistjes en dergelijke te vinden. Over kistjes gesproken, raad eens wat ik vind. Een kistje? Nee, wacht even, dan vind je natuurlijk een hard crystal. Nee, ik heb een kistje. Ik heb wel een hard crystal.
Oh, een tweede Magic Mirror! Oh, dat is ook fijn. Het enige probleem is met inventory zit. Nou ja, even kijken. Hardened Stat Block, die heb ik niet nodig. Sandstone Block heb ik niet nodig. Dus die kunnen allebei weg. Weer een Danger Sense Potion. Een Eye of Cthulhu, oftewel Suspicion Locking Eye. Waarom kan ik die Gold Chandeliers niet? Oh, dit is een tin. Tin is lelijk. Weg ermee. Dynamite, altijd handig. Met blok, die mag ook weg. Daar heb ik ook nog niks aan. Inventory zit echt goed voor, jongens. Maar ik blijf nog heel eventjes exploren, want ik wil Running Boots. Oh, en over... ik wil eventjes terugkomen op wat jij net zei. Van, oh, en dan zeg ik live... Of ja, huisje. Vind jij live crystal? Inderdaad, 2 meter verderop ligt een live crystal. En een steen booby trap. Vind ik leuk om die af te laten gaan. Hi steen, doei steen. Even kijken, wat kan ik even wegjunken? Deze die wil ik ook even op favorite hebben. Steen hebben we nog altijd even hardstad nodig. Gel, dat kan in mijn ammo slot. Dus waarom zit dat daar? Serieus. Heel veel health potions, leuk. Lenzen, cobwebs. Platinum ores. Leuk allemaal. Nou, dus de ijsbrand. Ja, die is melee. Dus, en we hebben weer een hardcrystal. Dus dan kunnen we... Ja, ik ook. Oh, je hebt er ook weer een gevonden? Ja. Nou, dan mogen we gaan tossen. Wie gaat er maar eentje aan Erik geven? Nou ja, ik wil sowieso graag die ijsblade hebben. Want die is erg goed op het moment. Ja, maar daar dus hebben wij sowieso niks aan. Dus... Hij mag hem hebben van mij. Dus het moment dat jij terug gaat, dan kom ik weer naar boven. Oké, nou dan gebruik ik de mijne dan wel, aangezien dat ik nog diep onder grond zit. Ja. We moeten wel uit gaan kijken, want als ik er nou nog eentje gebruik, dan kan die dus zeg maar spannen, hè? Dat rotoog. Okay. Ja, aan de andere kant, we kunnen hem nou ook oproepen, hè? Dus misschien tot wel in deze aflevering. Dames en heren. Misschien dat we al in deze aflevering naar een baas gaan. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou zeggen, waarom proberen het gewoon niet? Als met 6 defense. Als we falen, dan is dat ook wel een grappige aflevering. Meer edit werk voor ikke. Ja, daar heb ik gelukkig geen last van. Nee, dat weet ik. Maar je wou je eigen kanaal beginnen, dus dan wel, dan wel. Ja. Oké. Keys aan de ene kant, keys aan de andere kant. Donderwolf. Ik kan hier een... Auw. Je kan daar pijn hebben, ja. Wat nee, kun je daar nog meer? Ik wou er eigenlijk een granaat in gooien. Dat is leuk. Oh, ik mis. Oh, die was wel raak. Mooi. Ik heb nog één granaat. Ga ik zo nu boven staan. Zo, en dan... En boef! Auw! Hij was raak. Auw! Die was ook raak. Pijnlijk. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Ah, ik wil een mini shark. Coin portal! Oeh. Jij ook al? Ik had hem net ook. Oh, nice. 10 gold! En een life crystal. En ik heb ook een life crystal gevonden. Nou, dan mag je die mooi teruggeven aan Erwin. Nou ja, hij is nog niet teruggegaan naar huis, dus... Dan Erwin mag je hem zelf gebruiken. Inderdaad. Leef je uit! Oké. Joink. Even kijken. Ik heb zoveel ziltbloks, die wil ik bewaren. Die wil ik bewaren, die wil ik bewaren. Dirtbloks, die mogen wel weg. Oké. Ah, ik moet terugkomen, denk ik. Want echt, mijn inventory die zit chunk vol. Zitten we dan allemaal al op 180? Nee, 160. Oh, dan... Ik loop daardoor nog steeds eentje achter. Oké, nou in ieder geval, ik zal even mijn potions, die doe ik in... of de Rico potions, die zal ik eventjes netjes in de potionkist stoppen. Dat is wel zo netjes. Ja. Even kijken hoor, en bij resources... 2 diamonds, 2 amethysts... Hoeveel top? Wij zijn met toppers, die zijn daar. Dit is platinum orde, kan ik even kijken. Oeh, we hebben heel veel tungsten. Wat is dit? Invisibility potion. Oké. Daarbij gechunkt worden.
de Ability Potion doet daarbij. Deze blijft in mijn inventory, want die blijft gewoon de stats geven. Dit is mijn nieuwe Recall Potion, favorite item nou. Yay. En wie zal ik toch die andere Magic Mirror geven? Ik kom wel heel veel Red Slimes tegen. Echt, ik ging een gat hierin. Zaten al zo'n stuk of vier Red Slimes bij elkaar. Uh-huh. En komt vervolgens kwam er nog eentje en daarna kwam er een gele. Aha. Uh-huh. Normaal zie je meerdere kleuren dan, maar... Aha. Sapphires. Aha. Vertel eens meer. En een... Vertel! En een potje. En Doe een potje en een biezer aan de nas. Oh, volgens mij zit hier ook een mooie cave system. In ieder geval, het geeft hier licht hieronder. Is a trap. Zou zo wel kunnen. Ik heb er één amethyst van gekregen. Zo, hé. Hey. Nou, we zitten inderdaad met z'n allen op 180 HP. Ja? Ja. Yep. Nu niet meer. Oké. Okay. 'S Avonds wordt nou gevaarlijk, jongens. Dankzij yours truly. Inderdaad. It is a trap. Was daar een boulder trap? Vlak naast de Heart Crystal. Maar ik heb het overleefd. Zie je nou wel, je gaat niet zo snel dood. Nou, hij heeft me gewoon niet geraakt. Even kijken, zilver die mag verkocht worden. Tin hebben we ook niet hier. En gold hebben we hier ook niet. Daar kunnen we eens blanke potions van maken. Dus je gooit bij de potion ingrediënten. Want ja, daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet uit kunnen leggen. Stout ik, foei. Stout Steve. Nou, stoute zeep hoor. Oh. Je hebt echt maar in werelden heb je kans op twee soorten ores. Je hebt in de ene wereld heb je tin of koper. Dat is allebei hetzelfde, maar je hebt tin of koper. Het ziet er gewoon anders uit. Of je hebt zilver of tungsten. Dat zijn de niveau 2 ores. Dus ook hetzelfde, maar het ziet er anders uit. Of je hebt gold of je hebt platinum. Ook hetzelfde, dat is niveau 3. Maar dat verschilt. Dus daarom. Nou, er is mogelijkheid, zeg maar, dat je beide ores tegen kan komen in één wereld. Alleen via een extractinator of via crates. En slimes. Slimes ook, ja. Vooruit dan. Zirkaus. Alleen de kans dat je genoeg vindt om er iets van te maken van slimes is heel klein. Ja, daarom. Dus je zou, bijvoorbeeld heb je een iron wereld, zoals wij zitten op. Wauw. Wij hebben een iron wereld. Ja. Mocht je iron hebben, mocht je dus bijvoorbeeld led vinden in je iron wereld, kun je led gebruiken voor iron skin potions. Daar kun je led ook voor gebruiken. Ja. Nou, en dat is hetzelfde met gold, die kun je weer gebruiken voor splank potions. En zo heeft het toch altijd wel zo zijn nut. Of voor de king slime summon. Dat eventueel inderdaad, mocht je bars krijgen. Maar bars die krijg je meer van crates door het vissen. Dus, klopt. Evan, ik had voor jou nog dadelijk eventjes de cloud in de bottle. Dus die gooi ik even in de magic chest voor je. Maar wie, oh wie wil nou die magic mirror? Tja, maakt niet uit of hij... Het maakt inderdaad niet zo heel erg uit op het moment. Heb je nog winkelpootjes genoeg? Ja, die, want als je ze niet meer nodig hebt, dan gooi je ze gewoon in de potionkist. Plus... Drie personen die potions kunnen verzamelen en het eentje maar die het dan nodig zal hebben. Mm-hmm. Nou, ik denk wel dat we er nog eentje vinden hoor, daar niet van. Maar... Best wel grote kans. Oké, even kijken. Nee, we gaan maken geen iron bars meer. En we maken ook geen load bars, want daar hebben we helemaal niks aan. Resources, dus load, dat is voor die ene, dit is daarvoor. Even kijken, dat is tungsten ore. We hebben 56 tungsten. Ik denk dat ik daar dan even armor van maak. Mag dat? Voor mij wel. Ja, hoor. Nee! Ik heb een hele... Sterf! Ik heb een hele kleine upgrade tot mijn speer. Nu heb ik een trident. Niet zo'n hele grote upgrade. Van 8 damage naar 11. Maar het is een upgrade. Oké, het is avond. Als ik een tekst in beeld zie, dan ga ik heel erg hard gillen. Oké. Moet ik mijn headphone maar alvast afzetten? Nee, joh.
Tuurlijk, jij moet dat weer zo zeggen, hè? Nou. Oké, nou, in ieder geval, ik heb... wat kun je eigenlijk van die mandibles maken? Guide! Geen idee. Ik verzamel ze altijd, maar... geen idee. Ik zal even kijken. Je kunt ervan maken... mining potions. Oh, dat kan wel handig zijn. En de sandgun. Sandgun? Ja. 31 range damage. Oeh, dat is nog best goed ook. Very fast, this is a good ideal. Alleen daar heb je de illegal gun parts. Ik heb ze nog nooit gebruikt. Denk ik hem dan in deze playthrough, want het is een pre-hard mode wapen. Ja. Voor pre-hard mode klinkt dat best wel goed. Ik heb 5 toppers nodig. 10 van die gekke dingen dan. En de illegal gun parts. Die kosten, ik geloof... Oh, we hebben de eerste banner. De tweede was mij al. Ik heb 50 keys verslagen al. Nou, dat past ook wel bij je. Ja. Nou, nee, ik heb er dus 5 van, daar moet ik er dan nog 5 voor vinden. Maar dat komt later dan wel. Platinum Ore, die mag in de resources. Zo blij dat ik weer een beetje ruimte heb. Deze die mag in de materialendoos. Chain. Ik kan eventjes hem meenemen, want ik weet dat er ergens nog een andere Cthulhu-spannen was. Maar ik wil eigenlijk eventjes aan de tweede verdieping gaan werken, dus. En misschien dadelijk zelfs nog in mijn eigen huis. En ik moet mijn huis... ja, ik weet niet. Als het dezelfde voor... ah, maakt niet echt zo. Oké, even kijken. Smooth krijgen uit. Die moeten we hebben. Wat een interessant geluid. Net alsof dat je speaker niet goed werkt. Zo... Oké, heb ik hout nog? Volgens mij wel. Dan kan ik even houten beams maken. Dan kan dat dakje daar kan gewoon dan zo blijven. Dat is wel leuk. Kijk, wooden beams. Die maakt hier volgens mij hier. Waar? Hier. Ja, sawmill lijkt mij. Ik ga gewoon een heel raar ontwerp maken, jongens. Dus laat mij maar heel eventjes mijn gang gaan. Oké. Het is je eigen huis, toch? Mijn eigen huis. Een plek onder de zon. Nee, de maan. En altijd keys in de buurt die ik in elkaar kan slaan. Oh, ga je me ondergronds maken? Kom op. Vervelende elemental dingen. Wat een stilte. Oh, ja, ja. Oh, weer een boulder trap. Ik vind van alles, maar niet wat ik nodig heb. Oh. Nou, dat komt wel. Ooit. Kijken. Oh, nou ben ik heel dom bezig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muur. Oké. Kijk, klopt dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, klopt. Ah, dat is wel nice. Ja, dan kun je al de leggings maken. Nee, dat is alleen de Minecraft. Oh ja. Yeah. Daar kun je dan niet de leggings maken, dan kun je de schoenen maken. Nee, dan kun je de schoenen van maken van 4 diamonds. De schoenen kun je van 4 diamonds maken, ja. Dat weet ik zeker. Ja. Ja, zie je wel. Maar niet de leggings. Nee, niet de leggings. Een spleekflauwtje. Oké. Don't judge me! Maar dat is zo leuk om te doen. Shut up! Shut up! Het is wel leuk zo.
Dit is leuk. Dit vind ik mooi. Dit vind ik mooi. Ik hoop dat jullie het ook mooi vinden. Nee, is lelijk. Haal weg. Maar ja, desnoods plaatsen we een muurtje zodat we hem niet zien. Oh. En ik heb er zo hard aan gewerkt. Zijn jullie gemeen tegen mij? Ik ga het tegen mama zeggen. Dus het is wel voor vanavond. Wat? Wat voor vanavond? Hm? Wie? Nee, nee. Oh. En ik praat met iemand anders. Oh. Oké. Creepy. Help. Ik ben ook bij een ijsbijm terechtgekomen. Ik vind het echt mooi zo. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden, maar... Nou ja, daar hebben we het antwoord al op gegeven. Je hebt het nog niet eens gezien! Haat. Haat. Dubbel haat. Even kijken. Dan heb ik nodig de granite wall. Het is een NPC-huis, hè? Dus het is nog niet mijn eigen huis. Oh, nee, dan maakt het niet veel uit. Ik haat jou. Nou, mijn inventory zit vol. Mwa, decent. Krijg je toch zo spontane moordneigingen van, dat wil je niet weten. Je laat PvP uit, hoor. Even kijken, vier tafels. Nou, ik vind die beams, die maken het wel leuk af. Ja. Dus, even kijken hoor. Lampen heb ik. Stoelen heb ik nog nodig. 1, 2, 3, 4. En dan mag ik de rest allemaal gebruiken voor mijn eigen huis. Want we hebben al dan de blauwe huis. Ja, ik vind het wel een beetje blauw. Ja, een beetje paars eigenlijk meer. Blauw-paars. Ik vind het goed genoeg voor mij. Ik vind het blauw genoeg, ja. Oké, dan ga ik eventjes de bol plaatsen. We hebben ook een plek om de banners op te hangen trouwens. Dat kun je hier mooi onderhangen. Oh ja, daar kan het ook, ja. Ik had het nu in... Oh, waar zijn eigenlijk al die konijnen gebleven? Die zijn gedespawned. Oh, ja, natuurlijk. Jammer. Die hadden zoiets van, bekijk het, ga je niet de hele tijd op en neer blijven lopen. Helemaal gek worden! De eerste twee banners hangen. Ik sta er eigenlijk van te kijken tot onze eerste banners geen slime banners zijn. Dat was een zombie, als goed is. Nee, de eerste dat was... Nee, dat was een zombie. Dat was een zombie, want jij had net pas de keys. Oh ja, wacht even. Nee, Maar ik heb wel de eerste twee al binnen. Jullie zijn gewoon te inactief. Meer vechten. Ik ben meer geweld. Meer deaths! Vinden de kijkers leuk? Ja, maar ze hebben al een favoriet die heel erg goed in de deaths is. Shit. Nee, dat meen je niet. Jawel. Dus! Daar is een extra meter. Nou, we hebben weer vier huisjes af. Dat is alleen maar gunstig. Ik moet zeggen, onze basis ziet er al heel erg leuk uit. Het is elke Let's Play weer anders. En jij jongens, ik heb nog steeds de eerste Let's Play wereld, die heb ik ook nog steeds. Dus van de allereerste Let's Play van... Dat is ook alweer 8 maanden geleden. Zo. Time flies. Kijk, dat vliegt weer een seconde. Nog één. Nou ja... Je moet eens weten in dit spel. 1 seconde is 1 minuut in het spel.
Ja, ik zit ondertussen al 600 uur in dit spel. Oeps. Oeps. Foutje, moet kunnen. Waarom kan ik hier? Ja, ik blijf hier hangen. Ik ben part of the decoration. Maar goed, ik zie dat we op een half uur zitten. Ik weet niet waar Erwin ergens nog uithangt. Diep in de grotten. Maar ja, ik ga dacht deze aflevering afsluiten. In de volgende aflevering gaan we zeker naar een boss battle. Volgende aflevering zeker. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter voor alle hard containers die we dit keer hebben gevonden. En twee Magic Mirrors. Gaat hartstikke goed. Als je er natuurlijk tijd voor hebt. En hopen jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende aflevering. Tot we het eerste boss gaan tackelen van Terraria. Wij hopen jullie daar te zien. Dank voor het kijken. Dit was Zelda Play 20. En Erik. En hij hier. Tot de volgende keer, jongens. Doei!